Of je nou gaat voor rust of om te feesten, Suriname is het land voor de vakantieganger. Dat blijkt op de vakantiebeurs Utrecht. In deze aflevering van de radio- en televisiespecial over de vakantiebeurs in Utrecht praat Sam Jones met Melvin Pigott van Paperpot Nature Park en met Steven Brug van Exotische Reizen Suriname. Exotische reizen. Een touroperator die net als andere reizen op maat verzorgt. Dit jaar gaat het vooral om dansen. Partytime, zegt Steven Brug. Ja, partytime. Dit jaar organiseren we voor het eerst een Latin dance vakantie. Waarbij salsa, bachata en kizomba op het programma gaan staan. Waarbij we verschillende workshops gaan geven. Ik ben bezeten van organiseren. Het maakt niet uit wat. En toen mijn ouders teruggingen naar Suriname. En ging ik ook elk jaar naar Suriname toe en elk jaar ging ik aan reizen en dingetjes ontdekken. En omdat de mensen weten dat ik uit Suriname kom, kreeg ik steeds meer de vraag, kan je iets voor ons gaan organiseren in Suriname? En hoe was het voor die tijd? Voor die tijd deed ik dat amper. Ging ik echt op popje pad toe en dat betekent heel basaal, heel eenvoudig, dat ik bijvoorbeeld alleen maar een hotelletje voor de mensen uitzocht en meer niet. Ja. Maar daarna, doordat ik zelf heel veel in Suriname kom, ik ben elk jaar 6 maanden van het jaar in Suriname, ben ik Suriname gaan leren kennen, door en door en door, waardoor ik de mensen goed advies kan geven wat ze kunnen doen en waar ze moeten kunnen gaan. Dit jaar voor de eerste keer dus een Latin Dance vakantie met Exotische Reizen Suriname van Steven Brug. Maar er is natuurlijk veel meer. Wie rust wil kan naar Paperpot Natuurpark. Vanuit Paramaribo kan je met een bootje de rivier over laten zetten en ja, de fietsen kunnen mee. En na een half uurtje trappen ben je in het rustieke Paperpot Natuurpark. Melvin Pigott van Paperpot. Paperpot Nature Park is een prachtig natuurpark, heel dicht bij Paramaribo. Er zijn enorm veel dieren, vogels. We krijgen speciale birdwatchgroepen die bij ons op bezoek komen. We hebben 4 katachtigen, waarvan de jaguar de grootste is. Dus nou ja, dat spreekt voor zich. Een spectaculaire plaats voor alle mensen om te bezoeken. En het is niet zo dat die katachtigen je dan kunnen bespringen als je een tocht maakt door het bos? Nee, daar zijn allerlei fabeltjes over, maar een jaguar, dat is een behoorlijke kat. En als je hem ziet, schrik je heel erg, maar gelukkig schrikt hij nog meer van jou en rent hij hard weg. Verder zijn er in het park heb je ook nog de tamanoa. Tamanoa's, dat is een reuzenmiereneter. Die wordt regelmatig gezien. Bij de wandelingen kan je vooral veel apen tegenkomen en heel veel vogels. Is er belangstelling voor? Ja, we krijgen heel veel toeristen. Er komen mensen op de fiets, die fietsen door Paperpot. Eigenlijk bijna alle touroperators in Suriname. Die hebben ons in een pakket. En we proberen dat te promoten en ons product te verbeteren. Zodat we steeds meer toeristen in ons park krijgen. We proberen ook Surinamers echt te prikkelen om naar Paperpot te komen. We hebben speciale programma's voor scholen. We hebben zoiets van wat betreft de kinderen op scholen om ze... Ja, een heel scherp prijsje te geven, zodat ze ook een stukje educatie kunnen krijgen vanuit Paperpot. Later een langere reportage over Paperpot Natuurpark en Exotische Reizen Suriname. Dat was een reportage van Sam Jones over de vakantiebeurs in Utrecht.